Yo, kijkers van Watchtick, welkom bij een nieuwe game op mijn kanaal genaamd Northgard. En Northgard is voor de strategische mensen hier in ons midden die graag houden van een strategisch spelletje. Zoals jullie kunnen zien, er zijn een aantal opties hier. Je hebt single player, multiplayer, load game, profile option en quit game. Maar wij gaan even een nieuw game doen. Je hebt hier dat je je player naam maakt. Je hebt een kleurtje die je kan kiezen. Je hebt easy, normal, hard. En ja, dan heb je de map size met hoe je kan winnen. Nou, we beginnen dus even met een small mappie. Want ja, we willen deze even gedaan hebben. Je kan kiezen tussen wat voor clan je wil hebben. Je hebt de clan of the wolf. Je hebt de clan of the stag. Je hebt de clan of the dove. En je hebt de clan of the raven. Die is volgens mij nieuw. En de clan of the bear. En er komen nog meer bij. Maar wij gaan even een keer kiezen voor Fenrir. Dat lijkt ons wel leuk. Dus laten we eens even kijken. Je hebt een aantal bonussen erbij. Wat ik niet allemaal ga oplezen. En ja, we gaan gewoon even kijken hoe we dit gaan spelen. Kijk, je begint dus eigenlijk met een paar villagers. En die villagers kan je allemaal wat laten doen. Je kan ze wat laten bouwen, zoals een huis. Laat je eentje een huis bouwen. En dan laat je eentje een woodcutter slash maken. En dan heb je er eentje, die laat je lekker een scout camp bouwen. En dan heb je eentje die nog wat gaat verzamelen. Maar ja, je begint dus eigenlijk met een klein dorpje waar je dus wat dingetjes kan bouwen. En zoals je ziet, het schiet er wel lekker op. Als ze een keer wat kunnen bouwen, dan kan je ze straks allemaal dingen laten doen. Dus je kan iemand de scout laten worden. En die scout, die gaat dus even lekker op scout missie. Nou, die huizen heb je nodig om meer population te krijgen. Je ziet hier al, you need woodcutters to produce wood. Build the woodcutters lodge, dus die is nu al af. En dan zie je hier al, je kan dus twee houthakkers recruteren. En dan gaan we even een vrouw en een mannetje doen. Dat is toch leuk? Zo, dan gaan we hout krijgen. En hij gaat lekker voedsel verzamelen, zoals je gaat zien. We hebben nou een voedselconsumptie van 5%. Dus we willen graag straks even een farmland kunnen maken. Wat we hier kunnen doen. Een fertile land hebben we hier. Dus we gaan straks even wat soldaten nodig hebben. En volgens mij kunnen we dat zo doen als we hout hebben. Sterker nog, dat kunnen we nu al doen. Dus we gaan even een military camp hier maken. Ga dat maar eens eventjes doen. We need some soldiers. Because we need some fertile land. En ja, we moeten proberen te winnen. En dat gaan we dus ook doen. Hopelijk kunnen we een methode vinden om snel alles te kunnen discoveren. We kunnen hier dit... We kunnen alles laten discoveren wat we willen. Nou, hier heb je een lodge of een runestone. En hierdoor gaat je lore omhoog. En daardoor krijgen we extra bonuses. Waarmee je dus verder kan gaan om nog sterker te worden. Dus dat is ook wel leuk. Nou, we hebben een training camp. Die is bijna af. Hij is nu op... Ah, gaat met 25 seconden. 22 tellen is er af. Nou, we staan er zelfs al 15, 14, 13, 12. Ja, het gaat super snel. Deze kan je later ook developen, waardoor je meer gaat krijgen. Oh, hier zitten runes. Oké, leuk. Nou, gaan we die even dat laten doen. En dan hebben we twee soldiers. Zo. En jullie gaan eventjes lekker die wolven killen. Hoe klinkt dat? Ik vind dat wel een goede ervaring. Dus we gaan even inzoomen. Ga maar vechten tegen de wolven, jongens. Wow. Hoppakee. En daar krijgen we vlees voor. En dat is weer goed voor onze voedselproductie. Nou, hebben we dat gedaan. Dan worden ze weer even villagers. Oh nee, dat kunnen we beter niet doen. We kunnen beter gewoon twee soldaten laten. Want het kost ons geld om die gastjes te maken. We krijgen dan ook straks een berserker als wij sneller gaan. Dus ja, of dat we sterker zijn. Dus we moeten dit natuurlijk even claimen. Als je hier naartoe gaat, kan je dus develop area doen. Maar je kan ook, als het goed is... Colonize. We kunnen het koloniseren. En dan zie je al dat het al wordt gekoloniseerd. En met dat gekoloniseerde gebied gaan we hier dus straks een heel mooi farmlandje maken. Waardoor we snelle goede voedselproductie hebben. Dus jij mag meneer de woodcutter... Oh nee, je mag wel even lekker door blijven gaan. Maar we hebben hier nog een villager. En die laten we dan eventjes gewoon een fields maken. Ga dat maar eens even doen. Oh, dan moet die er wel even aan werken. Zo. Hey. Ja, gaan we even werken. En jullie willen zeker wel even weten wat hier aan de gang is. Want hier hebben wij een gebied. En hier kan een scout in. Dus waar is onze scout gebleven? Die is hier al helemaal achter. Of niet? Waar is onze scout? We kunnen het zo zien. Hier is onze scout. Ga jij eens eventjes... Oh, we moeten dat eerst koloniseren. En dat kost ons wel even wat meer eten. Dus dat is nog even lastig. Maar we kunnen hier zo wel voor de wolf gaan killen. Maar dan zijn we nou nog... Ze moeten eerst even weer herstellen van de... trauma's die ze hebben gehad op hun avontuur. Dus ja, dit gaat ook wel aardig snel. We hebben straks lekker wat voedsel en krijgen we straks een nieuwe villager. Je ziet al, hij gaat al best wel snel. En dat is wel heel fijn. Yes. Hallo.
Gaat het een beetje goed daar, met de farm? Denk ik. Ja. Zo. We got a farm, folks. En dan gaan we gelijk even wat villagers erop zetten. Dit is ook een... Oh, dit is een scout. Een villager erop. Hey, let's go. En dan laten we nog even een villager. Laten we eventjes iets bouwen. En ik weet niet of dat hier kan. Ah, daar hebben we nog wat meer hout voor nodig. Dus ja, dat kost toch even wat meer tijd. Hé, maar ja, zo zie je nou al. Het eten van ons wordt al beter. We hebben dus 4 villagers. Of in ieder geval de villagers die wat aan het doen zijn. En we krijgen 10 van farmers. Dus dat is al heel erg goed. Dan kunnen we trading posters maken. We kunnen marketplaces maken. En we kunnen hier straks... Hier, dit plant. Kunnen we straks een hele mooie vaarplek maken. Of kunnen we sowieso al een haven maken hier? Ik weet het niet eens. Kunnen we hier volgens mij straks doen. Hier, dit plek. Vind ik wel leuk. Oh, wacht. Moet het hier? Ik weet niet eens of dat hier moet. Denk het niet. Hallo? Moet het hier? Nee, hier hoeft het nog niet, gelukkig. Dat scheelt weer. Nou ja. Goed. Jij gaat maar eens eventjes een voedseltorentje maken hier. Want die hebben we sowieso even nodig. Hé, hey, jij mag hier even aan het werk, meneer. Of mevrouw. Ga maar eens even goed aan het werk. En wat kunnen we nog meer doen? Nou, moeten we heel veel wachten totdat we weer wat spulletjes hebben in ieder geval. Nou, en nu waar dus eigenlijk de regen weggegaan is, hebben we nu dus weer ons mooie, mooie zonnetje terug. En we hebben nu een opslag, een food silo. Hier staat er wel, improves food produced this area by 10%, increases our maximum food storage. Dus we krijgen nog meer eten en dat is precies wat we nodig hebben. Dus laten we nog even een huisje bouwen. Terwijl wij lekker aan het scouten zijn. Dan wil ik straks eigenlijk nog wel iets extra's erbij hebben. Ik weet niet of dat kan, op beeld. Ik wil straks eigenlijk eventjes een... Waar is die? Niet fields. We moeten even een healers hut hebben. Daarvoor hebben we wat meer hout nodig. Maar ja, we moeten zo ook even een trading spot maken. En daarvoor moeten we weer wat meer land gaan claimen. Dat gaan we nu ook hier doen. Kijk, we hebben hier nou 2 mooie soldaten. We kunnen mooi hier naartoe. En dan gaan we even eentje colonizen. Zo. En dan hebben we hier het hele mooie kustgebied. Dus ja, het gaat lekker. We hebben nu alweer een huis erbij. Dus dan kunnen we ook weer meer villagers erbij krijgen. En we hebben dit stuk land. Dus ja, het is nou weer even wachten op hout. En dan kunnen we weer verder aan het bouwen. Wat trouwens dan wel even moet, is dat we met deze scout straks eventjes de ruïne hierachter moeten gaan verzoeken. Want dat kunnen we nou doen, omdat we dat geëxploreerd hebben. Hier zit dus een swamplands. En wat zijn dit? Dit zijn gewoon wolven. Oh, die zijn nog niet zo sterk. Waar is onze scout? Meneer, kom maar even mee. Want we gaan hier naartoe. En ja, we hebben dus nu dat wij iets mogen kiezen voor wat we willen doen. We kunnen sharp axes doen, dan krijgen we meer... hout. We kunnen weaponsmiths doen, waardoor we de military power sterker maken en we kunnen trading doen. En op dit moment zitten we nog een beetje in de beginstaden, dus het is wel handig om meer hout te produceren. En dan kunnen we straks weer verder gaan. Op dit moment gaat het wel lekker. Jij hebt niks te doen, dus je gaat maar eens eventjes ervoor zorgen dat wij een... Ja, wat hebben we nodig? We hebben eigenlijk een trading dingetje nodig of zo. Fisherman hut. Ja, dat gaat nog niet worden. Misschien straks wel, als we vis hebben. Er zit hier geen vis in de omgeving volgens mij. Nee, op dit moment helaas nog niet. En we gaan binnenkort ook alweer een winterperiode tegemoet. Dus we moeten een beetje uitkijken met wat we allemaal spenderen op dit moment. Maar we kunnen wel beginnen met een trading post. Even kijken. Train your villagers. Train your villagers. Ja, maakt op zich niet uit. Laten we even een marketplace fixen. En dan hier straks nog een healer's hut. En de rest van het hout moeten we nu wel eventjes gaan fixen. Select your warriors to click on an area occupied by foes to attack them. Recruiting several warriors will increase your chances of victory, but will reduce your food and wood production. Nou, op dit moment hebben we 2, dus is het nog niet zo heel erg. Het gaat er even om dat we hier straks geld uitkrijgen en dat we toch weer eventjes wat kunnen kopen. En dan kunnen we weer verder land gaan claimen. En dan wil ik hier eigenlijk wel even aanvallen, want ze hebben hier een mooie iron spot. En een iron hebben we zeker nodig. En winter is... gekomen, jongens. Het is winter. Dat betekent dat we niet echt een goede houtproductie/etensproductie hebben. We hebben nou wel in ieder geval dit. En dat is een trader. En die gaat ervoor zorgen dat we veel geld gaan krijgen. Dus ja, we gaan eventjes nog wat villagers pakken. Zo. Oh, dit is een group. Dus dat is 1 houthakker. Dan kunnen we jou er nog wel bij zetten, volgens mij. Nou is ook het gebouw vol. En dan moeten we deze straks even upgraden. Door de, in ieder geval wat resources te fixen. Maar op dit moment hebben we nog net niet wat we nodig hebben.
We hebben ook steen nodig ervoor. Zo, we hebben echt aardig wat erbij gekregen door deze tempel te onderzoeken, zeg maar. En dan moeten we even wachten met nog wat dingetjes te bouwen totdat de winter voorbij is. Want in de winter dan willen we niet echt al te veel hebben qua productiekosten, want ja, dan gaat het slecht. En we zijn alweer een lore leveltje omhoog. Dus we gaan even kijken. Reduce the amount food necessary to colonize on one area by 30%. Ja, dat is op zich niet zo nodig. Misschien later als we wat meer gaan koloniseren, maar op dit moment nog niet. Miners extract 50% more ore. Oh, ons territorium is onder attack. Dat kunnen we niet gebruiken. Er zitten wolven hier. Oh nee, daar gaan onze villagers. We gaan jullie even weghalen hier. Lopen. Oh, misschien dat ze hem wel aan kunnen trouwens. Ik denk alleen dat... Ja, kijk, het is al gelukt. Oh, gelukkig. Maar het gaat niet zo goed met de villagers. Dus we moeten echt wel even een healer gaan fixen. En we moeten even gaan kijken wat we nu kunnen doen. Want we kunnen nou trading wel omhoog gaan doen. Want we hebben een trading post. Dus ja, het gaat lekker zo. We krijgen wel genoeg lore erbij. Nou jongens, ik denk dat jullie toch maar even op het middelste gebied kunnen gaan beschermen. Want dan gaat daar het best. En ja, we moeten even kijken of we wat kunnen upgraden. Want we kunnen nu de woodcutters lodge upgraden. Maar daarvoor hebben we nog steen nodig. En dat kunnen we hier alleen vandaan halen. Dus eigenlijk wil ik dat we een mining camp kunnen maken. Maar waar staat die? Die staat... Is dat... Waar stond die nou? Oh, deze, ja. Een mine. Gaan we die even neerzetten. Zo, we gaan een quarry bouwen, jongens. En het is alweer zomer, jongens. Of in ieder geval, het is nieuwjaar en we hebben het een jaar gehaald. We hebben een andere groep nog niet weten te vinden. Dus ik ben benieuwd wat we straks tegen gaan komen. Hier hebben we een circle of stones. Dat is wel een leuk iets. Waar is onze scout? Onze scout moet even... Ja, hij gaat alweer op onderzoek uit, jongens. Our client can grow because it needs more houses. We moeten dus wel eigenlijk nu straks wel weer gebied gaan claimen. Dus ik wacht eventjes totdat onze lore level omhoog is. En dan gaan we dus straks even fixen dat we meer kunnen gaan... dat we meer huizen kunnen gaan bouwen. Dat zal wel heel fijn zijn. We hebben nu een miner. En die miner die gaat ervoor zorgen dat we hier stone vandaan halen. Dus dat is wel chill. Kunnen we eventueel 2 aanstellen. Dat kost toch niks eigenlijk. En onze chieftain, kijk, territory 40% en 30% van de lore die we hebben gediscoverd. Dus het gaat hartstikke goed, jongens. Nou, de quarry is daar. Dat hebben we allemaal. We kunnen nou volgens mij niet echt veel meer bouwen hier. Misschien een healing hut. Kan dat nou wel? Een healing hut? Oh, dat kan nog wel. Dus we moeten die even gaan fixen. Dit zijn de woodcutters. Kunnen we hem al upgraden? Nee, we zijn nog steeds bezig met de steen. Dan gaan we even één iemand, een villager, die gaat even fixen dat dat gerepareerd kan worden. Dus het gaat lekker, jongens. We gaan de goede kant op. Nou, onze healers hut is af, dus we kunnen nou een healer aanstellen. En die healer, kijk, hij lijkt een beetje op een druid. Maar die kan er dus voor zorgen dat wij onze vechters nu gaan healen. En dat zul je hier ook zien. Healing a warrior en die is nu op 36%. Dus het is alleen maar fijner dat we dit nu kunnen doen. Dat we hun kunnen gaan healen. Dus we hebben altijd eigenlijk even een healer nodig. En die staat er wel dat hij nou niks aan het doen is. Maar hallo, je gaat hem even healen. Kijk eens, warrior. Hoe ze zeggen dat je niks gaat doen? Je bent er toch aan het healen nu? Ga hem eens healen, jongen. Hoe moet je hier voor daar zijn? Oh nee, het slechte weer komt eraan, jongens. Dat betekent niet veel goeds. Oh, wat een regen, wat een regen. En we hebben nu 10 steen, dus dat betekent dat we de Woodcutters Lodge kunnen upgraden. En dat doen we gelijk even. Oh, we moeten een geupgraded town hall daarvoor hebben. Dus misschien dat we die eerst moeten doen. Maar daarvoor hebben we net genoeg hout. En, ja, hij wordt geupgraded, jongens. Hey, we hebben onze town hall geïncreased. En dan spawns new villagers when you have enough happiness. Dus dat is super chill. Het is op 20% sneller nu. Allow to upgrade other buildings, increase maximum population by 2+2 en increase population growth by 20%. Nice. Dus we gaan de goede kant op, jongens. En ik weet niet wat nou die healer aan het doen is, maar volgens mij niet veel bijzonders. Oh, hij is aan het healen. Oké, healing a warrior. Hij doet wel goed zijn best. En onze warriors zijn bijna alweer sterker. Dus we kunnen denk ik straks eventjes een vrouwelijke warrior erbij halen. Maar daarvoor hebben wij dus, even kijken, moeten we eerst even het goud hebben. Dat hebben we nog niet. Ja, kan nog niet. Create a warband. Rallying disabled. Wow. Oeh.
We hebben zo wel eigenlijk eerst de ijzer nodig. Dus we gaan even onze soldaten, die twee, gaan we even hier naartoe brengen. Want dit is denk ik straks ook wel een keer op, zeg maar. Er zit nog 8 steen in. Dus we kunnen straks nog wel iets upgraden. En op dit moment gaat onze houtvoorraad gaat... Oh! Alweer is ons territorium onder aanval. Nee, shit. Dat is niet... Dat betekent niet iets goeds voor onze villagers. Kill hem. Jongens, kill hem. Kill hem. Goed zo. Hebben we mooi weer wat eten erbij. Maar ja, we moeten even onze warriors hier laten totdat we toch wel eventjes genoeg hebben om de woodcutters en zo toch weer even een soldier erbij te maken. Want we moeten onze warband daarvoor vergroten en daarvoor moeten we dus eigenlijk meer gebouwen gaan krijgen om onze warband te kunnen vergroten. Op dit moment kunnen we maar 2 soldaten aan en kunnen wij gaan uitbreiden. Colonization hebben we nu. Super nice. Dus we gaan ons nou klaarmaken voor de volgende aanval. Ik denk dat dat wel een goed plan is. En als 1 soldaat doodgaat, is het nog niet al te erg. Want ja, het kan heel veel geld gaan kosten om... Oh nee, dit gaat best wel hard trouwens. Oké, ze doen nou best wel goede damage. Oh. Nou is het 1 tegen 1, jongens. Kom op, warrior. You can do this. You can do this. Onze warrior gaat het overleven. En we hebben gewonnen. Nice. Dat betekent dat we dit gebied kunnen koloniseren en dat we straks... met dit ijzer kunnen halen om onze warchief erbij te halen. En dat willen we eigenlijk wel heel graag hebben. Dus ja, dus iemand helaas doodgaan, maar dit is nu wel van ons. En meneer de healer kan even ervoor zorgen dat iedereen weer beter wordt. Dit is bijna op. Dus dan moeten we deze even gaan afbreken. En dan wachten we daar nog even op. Maar ik zit nu even te kijken. Onze food is wel aardig goed, maar we hebben nou zeg maar weer wat hout nodig. Dus we gaan eventjes kijken. Oh, onze scout is gehurt. Dus dat is wat minder goed. Oh, moet je hier kijken. Ze hebben hier 4 stenenplekken locaties. Dat is sowieso wel even fijn om te weten. Maar we gaan eerst even onze houtproductie omhoog gooien. Door deze te upgraden. En... an unknown clan has discovered the magma flow. Let's take control of it to achieve victory. Oeh, nee, dat zijn Valkyries. Die zijn fucking sterk in de game. En daar... Oh, dat is best wel dichtbij trouwens nog. En ja, dat betekent niet veel goeds dat het zo dichtbij zit. Want dat betekent ook dat ze ons binnenkort kunnen aanvallen. En ja, daarvoor hebben we toch wat meer resources nodig. Nou, deze is leeg. Dus dan gaan we deze even destroy building. Ja. Kunnen we daar straks een huis neerzetten. Maar eerst gaan we jullie eventjes... Oh, nee. Jullie moeten even... Oh, portals leading to Helheim have opened. Let's take the defensive role before the Draugr come. Oh, fijn. Ja, nou hebben we dus eigenlijk eventjes een bouwer nodig. We hebben iemand nodig voor die. En we moeten eventjes kijken of we een villager nu kunnen fixen. Want op dit moment wordt het een beetje lastig. We hebben niet echt een defensive role. Er komen druggers aan. In een van onze plekken, dat is hier. En we hebben 1 soldier nog maar. Hebben wij nog een soldier hier? We hebben nog een soldier. Kom hier, warrior. Meneer de warrior, u gaat mij helpen om dit land te kunnen verdedigen. Oh, we kunnen hier ook langs trouwens. Op ons land. De meneer de villager. We gaan eerst even iets bouwen. We gaan hier... Oh, we moeten even fixen dat we een huis kunnen krijgen trouwens. Woodcutter. Meneer, u moet even die gaan repareren. Villager. Villager nummer 9. Ik wil dat jij hier komt, want we willen een huis hebben. Die kan hier gebouwd worden. We kunnen onze population weer laten groeien. En dat is precies wat we nodig hebben. Expected happiness is 4. Current happiness is 4 van de territory en 2 van de military units. Oké, dus we zitten nog in een positieve flow. Nog wel. Straks even kijken, want het begint hier straks. Oeh. We moeten onze warband echt vergroten. Maar we kunnen het niet echt veel van gaan vergroten, want anders hebben we een probleem. Oh, hij is nog een villager aan het healen. Heal the villager, please. En dan hebben we nu, als het goed is... Kijk eens, dat is wat we wilden hebben. Jij gaat maar gelijk minen. En dan doen we er nog eentje bij. Hebben we nog een villager? Ja, villager nummer 9. Gaan we even mooi zorgen dat wij mooie dingetjes krijgen. En dan moeten we straks even onze productie van hout wat omhoog gooien. Oh nee, we zijn onder attack. Kijk jongens, hier moet je kijken. Het is winter. En het gaat niet echt goed met de soldiers. Maar we hebben gewonnen. Nice. Nou, jongens. Jullie kunnen weer terug. We worden geheeld. En het is winter. En zoals je kan zien.
De foodkost gaat heel erg omhoog. En waarom is dat? Omdat je natuurlijk gewoon eten nodig hebt. Zonder eten kom je nergens. In de volgende aflevering. Huppakee. Kijk, oh, die klappies. Dat gaat hard, jongen. Hé, dat is een scout van een andere team. We gaan flink mobiliseren voor een oorlog. Kom erop, Draugrs. We zijn echt niet bang voor jullie.